Bijna 3 maanden geleden nam dominee Jos Hoogstede hier uit Vlagwedde een beroep aan naar de hervormde gemeente in Ommen. Op zondag 7 april neemt hij hier afscheid van de gemeente in Vlagwedde om een week later zijn intrede te doen in Ommen. Vandaag een kennismaking met dominee Jos Hoogstede. Fijn, dominee Jos Hoogstede, dat wij hier in Vlagwedde te gast mogen zijn voor een kennismakingsgesprek in deze prachtige grote pastorie. Je woont hier toch niet alleen, hè? Nee, klopt. Met mijn vrouw en ons zoontje. Ja, maar ik zou eerst graag met jou ook willen spreken dus over jouw jeugdperiode. Mm-hmm. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je toch eerst even iets aanbieden. Ja. Ik snap de link, denk ik. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Ja, ja. Want daar zit een verhaal achter, hè? Ja, ik heb laatst in een dienst gezegd dat ik er ooit bang voor ben geweest. Dus je was toen kleuter, hè? Dat is het verhaal, ja. Ja, ik zat in de bioscoop en... Er komt een heks in voor en dat is best wel eng. Dus dat kon ik niet... Nee. Dat kon ik niet naar kijken. Nee. Dus ja. Ik ben ook best wel lang bang geweest voor dat plaatje. Want ik kreeg er ook een poster van. Die heeft eerst bij mijn ouders op de kamer gehangen. En later kon hij bij mij op de kamer. Ja. En dat had ook het heeft ook een link met de preek van afgelopen zondag. Klopt, ja. Ja. Toen ging het over Gethsemane. Ja, over bang zijn. Ja. 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 Mm-hmm. We hebben het dus over jouw jeugdperiode, jouw eerste beginperiode. Welke herinneringen heb je nog aan die tijd? Ja, heel wat. Goede herinneringen vooral. Ik heb een mooie jeugd gehad in Wannepeveen. Ja. Ja. In wat voor gezin ben je opgegroeid? Nou, liefdevol gezin. Oudere zus, oudere broer. En heel warm. Ja, en daar ging je ook naar school? Klopt, ja. Ja. En dat was ook het vervolgonderwijs, neem ik aan, in die buurt? Dat was in Meppel, ja. 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 En toen kwam de studieperiode in... In Groningen, daar heb ik Engels gestudeerd. Ja. Ja. En een tijdje gewerkt in Hasselt? Klopt, ja. 2 maanden. Mm-hmm. En toen Vlagwedde? Zeker, ja. En daar sta je nu? 8,5 jaar. Ja. Samen met Boetangen. Ja. En nu heb je dus 3 maanden geleden het beroep aangenomen naar Ommen. Mm-hmm. Wat was de reden voor jou om het beroep aan te nemen? Nou, Ik proefde ook wel een verlangen bij mensen, dat ze zeiden van, ik kwam erop neer dat ze wel wilden groeien in geloof ook. Dat ze zeiden, nou, wij verlangen naar Gods woord en ik denk dat is toch prachtig dat mensen dat ook zeggen. En als ik eraan mag meewerken, dan doe ik dat graag. Je bent dus 8,5 jaar predikant hier in Vlagwedde. Wat laat je achter? Ja, wat laat ik achter? Nou, voor mezelf een hele mooie tijd. En... een band met mensen natuurlijk. Ik heb echt een mooie tijd gehad. En wat ik hierachter laat, nou ja, ik hoop ook dat ik goed gezaaid heb en dat ik geloof achterlaat. En dat is gelukkig ook zo. Hm. Ik laat hier goede herinneringen achter. Ja. Ja. En dat neem je tegelijk ook weer mee naar Ommen. Precies. Ja. Ja. En nu heb je al kennis gemaakt met de gemeente in Ommen. Hoe waren die ervaringen? Nou, met de beroepingscommissie was echt een hele prettige ervaring. Gewoon hele open gesprekken. En ze begonnen ook met een stukje over het geloof, gebed. En ik voelde me gelijk welkom. En ik heb 1 dienst geleid in Ommen. En nou, je zat er eigenlijk gelijk tussen de mensen bij het koffiedrinken later. Ja. Ja, het waren goede ervaringen. Mooi. En wat wil je nou voor de hervormde gemeente in Ommen betekenen? Nou, ik hoop dat ik mensen dichter bij God, bij Jezus mag brengen in geloof, hoop en liefde. Dus ja, en ik zou het ook fijn vinden als jongeren ook, als je daar een band mee kunt opbouwen. Alle generaties natuurlijk, maar dat vind ik ook belangrijk. Ja. En wat verwacht je van de gemeente? Ik verwacht een goede band met mensen. Dat. Hm. En ik verwacht ook dat ik een goede tijd ga krijgen en dat je ook... Wel, je mag soms ook dichtbij mensen komen, hè? Dat je het leven deelt en dat je dan samen het geloof kunt delen. Ja. Jos, hoe sta je tegenover de samenwerking met andere kerken in Ommen? Er is natuurlijk wel
een goede samenwerking tussen kerken onderling. Mm-hmm. Wat kunnen we van jou verwachten? Nou, kijk, zoals kerkmuren, dat is eigenlijk gewoon ontstaan door de geschiedenis. Ik denk, als je met elkaar Jezus als Heer beleidt, dan moet je toch een heel eind komen. Ja. Ja. En zie je dan ook op een gegeven moment een vorm van samengaan? Ja, kijk, als je goede geloofscontacten hebt met elkaar, dan is het ook je opdracht om daaraan te werken. Mm-hmm. Ja. En hoe kunnen volgens jou dan mensen verbinding zoeken? Hè? Dat is toch wel een heel actueel woord. Mm-hmm. Met mensen binnen de kerk en buiten de kerk. Ja. Hoe krijg je nou verbinding met mensen? Nou, ik denk waarheid en liefde. Dus dat je in Jezus' naam aanwezig bent. En ook, nou ja, dat is je houvast in je geloof. En dat je het altijd op een liefdevolle manier doet. Mm-hmm. En dat, ja, het is zo'n mooie boodschap, dat moet toch kunnen verbinden, zou je zeggen. En nu zitten we in de 40 dagen tijd, mm-hmm. De Lijdensweken, mm-hmm. wordt ook wel genoemd, 40 dagen voor Pasen. Hoe beleef jij nou deze periode? Nou, dat is een goede, kijk, het is vooral Goede Vrijdag, dat ik altijd best wel heel intens beleef. Ja, dat is een dienst die doet me altijd heel veel. En verder ga je... Tenminste, hier in de Lijdenstijd ook op bezoek bij mensen in verpleegde huizen. Dus dat is ook mooi dat je die weer kunt zien. Ik moet zeggen, het is ook wel een drukke tijd vaak. Hè. Dingen worden afgesloten. Je hebt de belijdeniscategorisatie, die sluit je dan af. En dan heb je een belijdenisdienst. Dat is weer een hoogtepunt natuurlijk. Dus ik vind het een hele mooie periode. En wat ik zeg, Goede Vrijdag en dan daarna Pasen. Dat doet me altijd heel veel. Mm-hmm. Ja. Wat doe je nou als je niet aan het werk bent, in je vrije tijd? Wat zijn bijvoorbeeld jouw hobby's? Ja, film kijken, mm-hmm. dat vind ik echt geweldig. Nou ja, bij mijn ouders op bezoek, schoonouders ook natuurlijk, maar die wonen ver weg. En we gaan heel graag wandelen in de natuur. Oké. Muziek, voorkeur? Ja, ik vind Bruce Springsteen heel mooi, of Peter Gabriel, dus ik luister graag naar pop en rock. En dat doe ik ook graag, maar dat doe ik eigenlijk tijdens het studeren vaak. Dus dat combineer ik. Mm-hmm. Ben je sportief? Nou, dat was ik ooit wel. Ik heb op voetbal gezeten. Alleen de enkels die zijn niet zo heel goed. Dus ik ga wel veel op de fiets. Maar om nou echt te sporten daarnaast, ik denk nou, volgens mij valt het qua lijn ook nog wel mee. Mm-hmm. Dus ja, je hebt maar zoveel tijd in de week. Ja. Dus ja, ik ga op de fiets. Ja. En verder zit ik niet op een sport. Nee. Nee, maar het was altijd voetbal. Dus. Altijd voetbal. FC Groningen of FC Emmen? Ja, nou, inmiddels FC Groningen dan. Ja, toch wel. Ja. Ja. En de vakanties? Heb je een favoriete vakantieplek? Nou ja, kijk, mijn schoonfamilie die woont in Oekraïne. Dus daar gaan we 4 weken per jaar naartoe. Maar buiten dat ga ik het liefste naar Engeland, denk ik. Maar zo vaak ben ik daar ook nog niet geweest. Nee, nee. Waarom Engeland? Ja, ik vind die cultuur geweldig. Ik heb ook Engels gestudeerd natuurlijk. En die natuur is ook zo mooi. Mm-hmm. Ja. Mooie, prachtige gebouwen ook. Hm. Jos, ik wil je nog een paar dilemma's voorhouden. Mm-hmm. Je mag hier later ook op terugkomen. Ja. Je kent de formule, hè? van die dilemma's bedoel ik. Je mag op een gegeven moment kiezen uit 2 woorden. Ja. En je mag ook passen. Aha. Laten we zeggen 2 keer. Niet ja. vaker. Mm-hmm. En dan mag je er later op terugkomen. Schrijven of lezen? Schrijven. Winter of zomer? Winter. Radio of televisie? Televisie. Auto of fiets? Fietsen. Bijbel in gewone taal of nieuwe Bijbelvertaling? Een nieuwe Bijbelvertaling. Kerst of Pasen? Pasen. Pastoraat of eredienst? Oei. Beide kan ik niet zeggen. Hè? Dus, nou, je mag passen. Ja, nee, dan wordt het dan toch pastoraat, denk ja. ik. En voor de toekomst, ben je bezorgd of ben je hoopvol? Hoopvol. Er gaat niets boven Groningen of er gaat niets boven Overijssel? Ja, nou, ja, kijk, ik ben in Overijssel opgegroeid, hè, dus schoenmaker blijft bij je lijst, dus het wordt Overijssel. Jos,
Dank voor dit kennismakingsgesprek. We wensen jou nog een hele goede tijd in Vlagtwedde. Met een mooi afscheid. Bedankt. En voor straks een goede en een hoopvolle tijd in Ommen. Dank je wel.